jou is het ook een beetje een thuiswedstrijd, want je werkt hier heel veel, hè, in Brabant. Ja, absoluut. TV Oranje Holland Clip Festival wordt natuurlijk regelmatig opgenomen in Sprundel. Dus ik ben hier elke maand wel een keer te vinden, absoluut. Voor een Zoen, die wordt inderdaad opnieuw gereleased. Omdat ik in juni zit ik 20 jaar in het artiestenvak. En platenmaatschappij vond eigenlijk dat er te weinig aandacht besteed was aan de single Voor een Zoen. Het was een beetje ondergesneeuwd in de periode dat ik Bloed, Zweet en de Vlieger uit heb gebracht. Dus we gaan hem opnieuw lanceren met een nieuwe videoclip. Dus ja, het moet iets leuks worden, want ja, 20 jaar aan het zingen bent, dan moet het toch wel een beetje gas gegeven. Dus afgelopen week is die opgenomen in Scheveningen, nog net de laatste dag, mooi weer. En we nog net snel die clip op kunnen nemen. Dus ik denk dat die volgende week of zo pas klaar is. Nou, we zijn bezig met een album, een nieuw album. Dat wil een fotoalbum worden, want zingen kan ik natuurlijk niet. Nou, gek. Maar we worden een nieuw album zijn we mee bezig. En er worden ook weer allemaal clipjes van gemaakt. Dus ook een nieuwe DVD er dan vast. 2008 wordt het jaar van Rob Ronalds. Nou, het was het al eigenlijk, hè. Want ik ben van mijn Brigitte af, dus ik ben hartstikke blij.